Van harte goedemorgen. Het is maandag 17 mei 2021. Mijn naam is Gil Eyck en ik ben vandaag de presentator van deze aflevering van Mantin Taki. We hebben verschillende onderwerpen die wij vandaag met u zullen belichten. Verschillende gasten, sommige telefonisch, anderen zijn fysiek aanwezig. Het eerste gesprek dat we zullen hebben is een telefonisch gesprek met bestuurskundige de heer August Boudewijn. Als het goed is, is hij al aan de lijn. Goedemorgen meneer Boudewijn. Ja, goedemorgen mevrouw Eyck. Hoe gaat het met u? Goedemorgen luisteraars. Hoe gaat het met u? Nou, het gaat redelijk goed. Het gaat redelijk goed. Ik probeer mezelf in conditie te houden. Door bomen te snoeien. En andere dingen te doen. Ja. Die mij in beweging houden. En verder ben ik dus reeds gevaccineerd. Waardoor ik me toch wel goed voel, ja. Oké. Meneer Boudewijn, er is een heleboel gaande in het land. En het leek ons toch wel interessant om de visie van u als bestuurskundige te horen over bepaalde vraagstukken. De huidige politieke constellatie die heeft vanaf dag 1 een bepaalde druk vanuit de samenleving moeten ervaren. Is dat u ook opgevallen? Ja, natuurlijk. Vooral wanneer onze president het besluit neemt om iemand met wie hij het bed deelt in het hoogste kabinet van zijn regering te plaatsen. En dat is zijn eigen vrouw. Met alle consequenties van die. Dus dat zijn allemaal zaken, vooral deze materie, die geleid hebben tot vraagtekens bij het volk. En dan merk je dus dat het vertrouwen dat men zou moeten hebben in een regering, die aan het begin van zijn regeerperiode toch wel een heleboel zaken heeft gezegd die men zou doen, ook nog een urgentieperiode heeft ingeluid. Ja, dat vertrouwen zeer zwaar is aangenomen, want wanneer je uitgaat van een urgentieperiode, vooral op financieel-economisch gebied, dan ga je ervan uit dat alle overige zaken die een interventie zouden kunnen plegen op deze periode, dat die achterwege blijven. En nu is het zo dat we te maken hebben met een zaak van mevrouw Diana Pocky, die een ondermijning betekent voor deze regering. Laten we dat eerlijk zijn, want deze materie is helemaal in het binnenland terechtgekomen, waar er een scheiding dreigt te ontstaan tussen de Oukanes en de Saramakanes, wat ik begrepen heb. En dat is niet goed voor die samenleving, met alle consequenties van dien. Dus je kunt zeggen dat al die problemen die we nu op dit moment ondervinden, dat die zouden kunnen leiden tot de val van deze regering. Hè? Wij hebben dat niet nodig, omdat het houden van nieuwe verkiezingen natuurlijk meer geld met zich meebrengt. En op dit moment zijn we bezig met IMF en allerlei financiële instituten om de monetaire, financiële, economische situatie in Suriname te verbeteren. En dat kunnen we niet hebben. Begrepen de mensen dat wel? Ik heb niet de indruk dat men dat begrijpt, want iedereen bemoeit zich, vooral van de regeringszijde, met die kwestie van Pocky. He? Dus ik zou zeggen, de situatie is zeer onoverzichtelijk. De president heeft een commissie aangekondigd. Laten wij wachten op het resultaat van het onderzoek van deze commissie voordat wij uitspraken doen. He? Ja. Dus dat is mijn mening over deze zaak. Oké. Okay. Zijn de twee politieke partners opgewassen om succes te boeken binnen dit regeertermijn als we kijken naar de huidige ontwikkelingen, meneer Boudewijn? Nou, ik weet het niet. Ik weet niet. Kijk, je zou kunnen zeggen dat die kwestie van Pocky, dat ik merk dus dat slechts de VHP, in dit geval dus de president en de vicepresident, deze zaak hebben besproken, maar dat de twee andere partijen niet aan de orde zijn gekomen in deze materie. Het lijkt dus alsof dit onderwerp hun niet raakt. En dat is iets dat mij vreemd overkomt, omdat het regeerakkoord op basis waarvan men beleid moet maken, gemaakt en getekend is door 4 politieke partijen. Hier hebben we niet gehad dat je een formateur hebt die een regering formeert en wanneer dus een probleem in de komt die formateur of de minister-president, die komt dus praten over dat vraagstuk. Nee, het zijn 4 politieke partijen die een regeerakkoord hebben getekend
En wanneer er problemen zijn met de uitvoering van het beleid, de uitvoering van het regeerakkoord, moeten deze vier politieke partijen weer aan de tafel gaan zitten om te kijken hoe die oplossing zal zijn. Maar wat je merkt is dat de twee partijen maar met elkaar dealen en verder zijn de andere twee partijen buitenspel. Misschien heeft men dus binnen de regeercombinatie afgesproken dat men deze gedragslijn zal volgen. Maar dat vind ik dus niet juist hoor. Ik vind het organisatorisch onjuist, politiek, beleidswijze gezien, vind ik het onjuist om een dergelijke gedragslijn te volgen. Want het gaat om regeringsverantwoordelijkheid dragen voor het volk. Niet voor één persoon, niet voor één partij, maar voor het totale volk. En wanneer vier partijen bij elkaar zijn gekomen, dan kan die ene partij zeggen, ja maar ik ben de grootste coalitiepartij en ik bepaal. Maar dan zeggen die anderen, sorry hoor, maar dan speel ik daar niet meer mee. Dit is onbehoorlijk. Het is onbehoorlijk in de samenwerking tussen politieke partijen. Dus ik weet niet of ze het zullen halen hoor. Ik weet het niet. Maar als het zo doorgaat met dit soort conflicten en meningsverschillen, die toch wel op een andere wijze worden opgelost dan zoals het zou moeten, door middel van een commissie. Je moet die commissie, althans het resultaat van die commissie, afwachten. Als het zo doorgaat, dan ben ik bang ja, dat ze het niet halen hoor. Ja. Terwijl dat onderzoek gaande is, hebben we natuurlijk ook het nieuws gehad van de grondaanvraag van de vicepresident. Vroeger viel het grondbeleid viel onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Ja toch? Het leek alsof sinds die scheiding er is gekomen, dat was, als ik het goed heb, was het in 2005, toen die splitsing kwam, is grond eigenlijk een heet hangijzer geworden. Wat, of was die behoefte er toen wel volgens u? Of zegt u toch van dat dit toch wel een rol heeft gespeeld, de splitsing van ministeries? Nee, nee. Kijk, het ontstaan van ministeries heeft heel andere gronden. Het ontstaan van ministeries is gebaseerd op de ontwikkeling van een bepaalde problematiek op dat gebied in die samenleving. En dan wordt er een orgaan of een organisatie in het leven geroepen om die problematiek aan te pakken. En dat is een ministerie. Wat er gebeurd is bij de splitsing van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is dat meneer Somohadjo van de PL, die wilde dat ministerie hebben. En toen heeft de NPS gezegd, luister nou, wij gaan dat ministerie splitsen in bosbeheer, weet ik veel wat, en natuurlijk hulpbronnen. Waardoor Somohadjo, de heer Somohadjo, dat ministerie van grond- en bosbeheer kreeg en natuurlijk hulpbronnen ging naar de NPS. Dus in feite is die splitsing ontstaan door een beslissing van de NPS om in feite de heer Somohadjo tegemoet te komen. Hè? Mm. Maar er was geen enkele reden, geen enkele praktische, pragmatische reden om er een ministerie van grond- en bosbeheer in het leven te roepen. Wat we dus nu hebben, is weer een ander probleem. Hè? Dat grond- en bosbeheer is toegewezen. Niet aan de NPS, men heeft dus niet gezegd bij de regeringsformatie van luister, laten we de twee ministeries weer bij elkaar voegen, zodat het weer één wordt, want er was geen noodzaak om dus een nieuw ministerie van grond- en bosbeheer in het leven te roepen. Dat heeft men niet gedaan. Men is gewoon doorgegaan met grond- en bosbeheer en je ziet wat er nu ontstaat. Ja. Wanneer u mij vraagt over het verzoek van de vicepresident om grond, moet ik dan weten wanneer hij het verzoek heeft gedaan, want dat weet ik niet. Heeft hij het gedaan toen hij vicepresident werd of heeft hij het daarvoor gedaan? Want wanneer hij in zijn hoedanigheid van vicepresident grond aanvraagt, moet de man aftreden. Want artikel 95 en 96 van de grondwet geeft duidelijk aan dat nog de president, nog de vicepresident enig belang mag hebben in een grondconcessie, vooral artikel 96 zegt dat duidelijk. Je mag geen belang hebben bij een concessie. De andere zaken die er spelen, die zijn in een artikel 95. Maar artikel 96 zegt duidelijk, wanneer de president en vicepresident deel hebben aan een concessie, dan is het zo dat die mannen over
het had buiten de grondwet zijn getreden. En dat betekent dus dat die man moet aftreden. Je zou in feite kunnen verwachten dat een motie van wantrouwen tegen de man zou moeten worden ingediend. Wanneer dat zo is. Als hij voor die periode een concessie heeft aangevraagd, zou hij die concessie kunnen brengen onder het gezag van die stichting die hij heeft opgericht. Ja, dat zou misschien kunnen. Maar hij mag niet als vice-president grond aanvragen. Dat betekent dus dat je je grondwet niet kent en dat je de hele Surinaamse samenleving in problemen brengt. Als je grondwet niet kent. Hè? Dus dat zijn de zaken die men goed moet weten. De artikelen zijn daar. Je kunt het duidelijk lezen. Ja. Goed, ik kom weer even terug op die ministeries, die splitsing van die ministeries. Want doordat het accent toen op een gegeven moment werd gelegd op grondhuur, bleek dat geen enkele minister heeft het makkelijk gehad op dat ministerie. Ja. Wat moet volgens u anders en wat is volgens u uitgebleven? Ik weet niet hoe het komt dus dat ministers zijn vertrokken en weer ministers zijn. Want ik ken tenminste 3 of 4 ministeries. Ook die minister die later directeur werd van de Surinaamse Postsparbank. Die was ook minister en die is ook afgetreden. Je had dus mevrouw die daar was, die was ook minister, die is ook afgetreden. Dus Der zoon die is betrokken geweest bij een of andere criminele handeling. Dus je vraagt eigenlijk af, maar wat is de reden dat deze mensen zo snel aftreden? Is het zo dus dat het beleid van de toenmalige regering, die gedicteerd werd door de president, dat niet in overeenstemming was met dat beleid? En dat dus men beslissingen nam tegen dus de voorstellen of de opvattingen van de president. Ik weet het niet wat het zou moeten hebben geleid. Maar wat ik heb gezegd, meneer, voeg die 2 ministeries weer bij elkaar. Voeg het ministerie van Grond- en Bosbeheer weer bij het ministerie van Natuurlijke Bronnen. Want er was destijds geen enkel motief, geen enkele reden, geen enkel plausibele reden om het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen te splitsen. De enige reden die er was, was om de meneer Somohadjo te behouden in die combinatie. En daarom moest die man een ministerie hebben. En hij wilde dus het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hebben. Dat kon hij volgens de NPS niet krijgen. En toen heeft de NPS gezegd, we gaan het ministerie splitsen. Met alle consequenties van dien. Dus wanneer men bij de samenstelling van deze regering verstandig was geweest, dan had men, en NPS zou dat ook moeten kunnen doen. De NPS zou kunnen zeggen van, luister nou, wij hebben het ministerie gesplitst destijds. Laten wij dat ministerie weer samenvoegen, omdat er geen enkele reden was, dan alleen maar een politieke reden om dat ministerie te splitsen, maar een praktische, pragmatische overweging of reden. Iets dat als problematiek in die maatschappij verscheen op dat stuk, hadden wij niet. Dus laten we die 2 zaken weer bij elkaar. En dat moet weer gebeuren. Oké. Goed. Tot slot, meneer Boudewijn, ik heb een laatste vraag. We hebben, vanuit de nieuwssite heb ik begrepen dat in het weekend de servercodes zijn gewijzigd. De opdracht van de vicepresident, die deel is van de case. En hebben we het over het onderzoek. Wijzigt dat volgens u de positie van de vicepresident in dit geval? Ik weet niet. Gaat het dus om het onderzoek? Ja. Het hangt er vanaf. Dus kijk, wanneer je bezig bent met een onderzoek, vooral in dit soort zaken waar een reeks van mensen, functionarissen, topfiguren te maken hebben met deze materie, dan moet je voorzichtig zijn om voorbarige conclusies te trekken. Ik moet zeggen, ik weet het niet. We moeten eigenlijk gewoon rustig het resultaat van het onderzoek afwachten, hoor. Wat ik wel begrepen heb, want er zijn nogmaals een heleboel zaken naar buiten gekomen. Ook die kwestie van mevrouw Van Dijk Silas, die gewacht maakt van een relatie die zou bestaan tussen de voorzitter van deze commissie en Marinus B., als ik me niet vergis. En mevrouw Pokie, die heeft ook in een brief laten doorschemeren dat zij niet graag ziet dat die mevrouw voorzitter is van die commissie.
Al dat soort zaken, die spelen natuurlijk een rol. Dus je vraagt je eigenlijk wel af hoe die commissie is samengesteld. Welke de deskundigheid is die allemaal in deze commissie te vinden zijn. Zijn het mensen die zich goed hebben voorbereid op deze materie? Ik weet het niet hoor. Ik zou het prematuur vinden om hier een uitspraak over te geven. Wat dit tot consequentie voor de vice-president zal hebben. Maar als dus uit het onderzoek blijkt dat de man artikel 95 en 96 van de grondwet terzijde heeft gesteld. Dan denk ik toch wel dat hij maar weg moet hoor. Dan kan hij geen vice-president meer zijn. Ja. Goed. Mag ik u heel hartelijk bedanken voor uw tijd, meneer Boudewijn. Ja, graag gedaan hoor. En dat u dus uw visie op zaken heeft gegeven. Fijne dag verder. Ja, dank je. Ja. En zo hebben we gesproken met de heer August Boudewijn. Hij is bestuurskundige over de actuele zaken die dus gaande zijn in het land. We gaan...